Statief bouwen. Oh, bloedheet. Uiteindelijk mijn haar niet eens helemaal droog gefeund, want ik kreeg het zo heet. Maar, oh mijn god, vandaag is echt een leuke dag. En ik dacht, ik ga jullie meenemen in deze dag. Want over 2 weken zitten wij gewoon in ons huis. Of nou ja, zitten, krijgen we de sleutels. We hoeven niet heel veel te doen, maar we gaan nog wel wat dingetjes doen. Dus we gaan er ook niet gelijk over 2 weken in. Maar ik heb er zoveel zin in. Vandaag is het dus ook maandag en op maandag ben ik vrij en ik moet vandaag wat dingen inpakken. Eigenlijk het grote merendeels is al ingepakt voor alles naar het huis toe, zeg maar. Maar schoenen en zo heb ik ook uitgezocht en ik wil jullie gewoon even helemaal meenemen. Ik moet gewoon alles even inpakken en klaarmaken voor de verhuizing naar ons nieuwe huis. Zoveel zin in! Dus ik neem je vandaag ook mee, een soort day my life verhuisvlog. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want de komende weken komen echt de verhuisvlogs, zeg maar. Daar gaan we echt erheen. Laat ik jullie wat zien. En vandaag wil ik ook al wat sneak peeks van het huis laten zien. Dus ben je benieuwd? Blijf dan kijken. Nou, ik wil me even klaarmaken. Ik heb net even gedoucht, mijn haar gewassen. Dus ik ga me even klaarmaken. En ik begin altijd even met een dagcreme van Estée Lauder. Dus die ga ik even opdoen. Zo lang niet meer gevlogd. Ik denk dat dat wel een jaar geleden is. En ik vind het wel weer heel erg leuk. Maar ik moet wel even weer inkomen. Het is toch anders dan gewoon een losse video opnemen. Voor ik mijn make-up ga doen, ik wil jullie even wat laten zien. En daar ga ik even goed voor zitten. Kijk dit. Ik heb een pakket binnengekregen van Goodie Box. En dit is echt amazing. Ik krijg natuurlijk wel wat vaker pakketjes opgestuurd. Mocht jij nou ook denken, ik wil ook een pakketje, dat ik niet weet wat erin zit, is dit je kans. In Goodie Box krijg je dan maandelijks beauty producten, skincare producten, eigenlijk een afwisseling daartussen, producten opgestuurd. En wat? Dat is nog een verrassing. Maar ik heb een kortingscode voor jullie en die kortingscode is echt bizar. Je krijgt namelijk 50% korting op je box. En dan betaal je maar €12,58 voor 7 producten. Goed, ik ga het eerst even openmaken en dan vertel ik er wat meer over. Maar hoe leuk is deze roze doos al? Kaartje. Dit is trouwens geen betaalde samenwerking, maar ik heb het wel opgestuurd gekregen. Hoe cute ziet dit eruit? Ik ben echt heel erg benieuwd wat erin zit. Oh, kijk nou. Voor Goodie Box betaal je elke maand... Nou ja, met mijn code dus €12,48. Normaal is het dus €24,95. Maar dan krijg je dus elke maand een verrassingsbox naar je huis toegestuurd. Met self-care producten, beauty producten van allerlei verschillende merken. En je krijgt dus eigenlijk altijd standaard 6 producten. Waarvan dus ook 6 full size en 1 surprise travel product. Ik heb hier van de Original Pink een make-up eraser. With just water. Oké, dan even in mijn achterhoofd dat het dus €12,48 is. Ben ik heel blij nu al, want ik zie al wat dingen liggen. Oeh. Even kijken. Ja, dit is echt top. Oh, wat is dit zacht. Oh, dit is heerlijk. Ik gebruik dus van die reusable make-up pads. Dit is van de Action, maar dit is echt 10 keer zachter. Oh, hier ben ik heel blij mee. Dan, ja, ik zag dit al liggen. Ik ben hier weg van. Van Maristella Marie. De nummer 12 body scrub. Dit merk is echt fantastisch. En dit voor €12,48. Onwijs blij mee. Dit is zo'n chill merk. Dan zie ik nog een Bella Pierre Cosmetics. Een mineral blush. Oh, wat leuk. Ik heb best wel veel blushes. Ik hou van blushes. Maar dit is dus zo'n losse blush. Dan hebben we nog van Mud Mask een Sleep Repair Nourishing Mask.
een masker, gezichtsmasker. Ziet er ook heel goed uit, ik hou van maskers. Dan hebben we een handcreme van Tony Moly. Deze ziet er heel leuk uit. Ik gebruik echt altijd handcreme. Dus hier ben ik heel blij mee. Het merk ken ik zelf niet, maar het ziet er echt leuk uit. Dan hebben we een make-up kwast. Een blush and bronze brush. En deze kunnen we dus voor de blush gebruiken. Deze ziet er heel mooi uit van Nirei. Ik ken het merk ook niet, maar het ziet er echt heel mooi uit. En hij is echt onwijs zacht. En de travel size product is een lip oil van Comme Deux. Nou, die ga ik gelijk ook even opdoen. En mijn is toevallig ook op. Oh, heel chill. Hier ben ik heel blij mee. Deze ga ik lekker bewaren om cadeaubonnen in te doen. Echt vet handig, want het is dus echt zo'n laadje. Ik zal de link naar de 50% korting even in mijn beschrijving zetten van Goodiebox. Dit is echt fantastisch. Ik ben er echt onwijs blij mee. En besef dat deze producten €12,48 zijn met mijn link. Normaal is het dus €24,95. En de boxwaarde bijna €132. Heel erg leuk. Nou, ik ben er helemaal blij mee. Ik ga dit even een plekje geven en ik ga mijn make-up doen. En dan gaan we met deze video beginnen. Ik ga even de blush proberen. Oeh, die vind ik mooi. Die kwast is echt top. Super zacht. Tijd voor verhuisupdates. Ik wil jullie even bijpraten. Want ik heb dit nu natuurlijk zo. En straks ga ik even wat veranderen. Dit is natuurlijk mijn make-up tafel zo altijd al geweest. Maar ik denk dat ik in dit nieuwe huis, en ik wil dit zo even uittesten of dit kan, dit bureautje als make-up tafel ga gebruiken. En dan een Alex ladekast daar zo naast. Eigenlijk wat ik nu heb, maar dan de Alex ladekast. Dat wil ik proberen, want hier heb ik dus nu... Ja, eigenlijk wel heel netjes, maar ik heb hier nou ja, stiften, scrunchies en zo. Maar ik wil hier dan in mijn make-up. En ik heb niet zo heel veel make-up. De bovenste drie lades zijn make-up. Voor de rest is dat geen make-up. En mocht dat dus niet daarin passen, dan kan ik die ladekast altijd hier nog doen. En dan die spiegel, die past dan precies hier zo. Dus dat wil ik eigenlijk gaan doen. En dan wordt dit... Kijk, die kast die kan dan weer daaronder. Dan heb ik twee dezelfde kastjes daaronder. En dan wordt dit mijn bureautje. Die komt op zolder voor mijn kaarsen. Dus ik ga dit even proberen. Ik heb nu hierin perfect deze kartonnen bakjes. Dus ik ga even kijken, want ik hoop wel dat ik dit gewoon lekker zo geordend kan laten. Of ik dat daarin kan doen. Ik ga even spelen. Before. Oké. Dit past echt perfect. Maar... Ik heb deze over. Deze met mijn oogschaduw. Ja, dat was hem. Dus ik zou eventueel dit er dan naast kunnen doen. Even kijken hoor, want dit zijn allemaal backups. Dus foundation backup, concealer backup. Dat past perfect. En dan nog contour backup, voor als dat op is. Dus in principe... Zou ik één la verder nog nodig zijn voor oogschaduw en backup. Dus dan kan ik dit wel gewoon dan straks in het huis hiernaast doen. Dan heb ik hier gewoon al mijn dagelijkse... Nou ja, dagelijks zit ook heel veel lipstift en zo. Dat gebruik ik eigenlijk bijna nooit. Maar ik heb het laatst nog helemaal uitgezocht. Dan is dit zeg maar gewoon mijn make-up met die oogschaduw. Dat is wel heel chill. Weet je, dan weet ik gelijk als we naar het huis gaan of het kan of niet. Deze heb ik dan over... Deze ook, maar dat loopt wel los. Oké, de status. Dit vind ik straks wel helemaal top. Dat gaat werken. Maar dit hier kan ik niet tegen. Dat ga ik straks dus ook hebben. Dat steekt uit. En die steekt niet uit. Dus ik ga die twee weer omwisselen. Maar straks, als ik dan op zolder zeg maar dit als bureautje heb, dat is prima. Dus ik ga nog even door. Ik ben er een beetje bang voor, maar ik hoop echt dat dit hierin past. Oh my god. Oh my god. Ja. Yeah.
Oh, daar ben ik blij mee. Goed. Oké, ik denk dat ik hier straks wel aan kan wennen. Ik heb het dus nu zo. Hier zit alle make-up in. Is helemaal chill. Past ook echt perfect. Dus dat is fijn. En dan heb ik gewoon make-up hoekje nog steeds met mijn spiegeltjes. Hier dan zo'n kastje naast. Want dan kan ik hier al mijn overige make-up doen. Dus hier heb ik de oogschaduws. Ik heb hier scrunchies. Dan wil ik eigenlijk nog één acrylbakje. Zodat ik dat ook weer kan ordenen. Hier nog wat overige beauty producten. Hier nog maskers en zo. Even kijken. Hier ook nog weer wat beauty producten. En dit is schoonmaak. Nou, en dan heb ik hier eigenlijk alles leeg. En hier. Dus dit. En dan hieronder weer schriften. En dan, ja, deze is over. Maar ja, dit kan ik dan straks allemaal ordenen. Maar dit zijn dan wat meer de bureau dingetjes. Ja, en mijn parfum zit hier nog. Maar dat gaat dan ergens anders. Maar dan is dit straks mijn werkplek op zolder. Die gaat dan nog weg. Maar goed. Het past en daarvoor wilde ik even kijken en dat lukt, dus dat is helemaal fijn. Hoe ik het allemaal ga indelen en alles, dat zien jullie dan in een verhuisvlog. Dan wil ik jullie nog wat laten zien, want ik heb iets gevonden bij de kringloop. Aangezien mijn moeder dus gaat samenwonen met haar vriend, dus dit huis gaat weg. En ik dus met mijn vriend, hebben wij, ja, we gaan bijna dus tegelijk over. Dus we zijn allebei bezig met het verhuizen van spullen en opbergen. Maar het is echt, de schuur staat bomvol met meubels en dingen en verhuisdozen voor mijn moeder, maar ook voor mij. Nou, je ziet het niet goed, maar deze twee parels heb ik gevonden bij de kringloop en heb ik al wit gemaakt. Dus deze twee tafeltjes die komen in onze buitenoverkapping. Maar dit is wat ik jullie wil laten zien. Namelijk deze twee van de normaal zijn deze van Ikea, €12,50. Volgens mij zijn ze €90 per stuk nieuw. En deze heb ik dus bij de kringloop gevonden. Hij ziet er echt nog super nieuw uit. En ik heb hem nog niet eens schoongemaakt, moet je nagaan. Dit is dus zulke schoenenrekken. Nou, die komen straks in onze kledingkamer, twee naast elkaar. Of we hem zo deze kleur houden of nog gaan schilderen, weten we niet. Maar we gaan het even kijken. Maar ik dacht, misschien kan ik mijn schoenen hier alvast wel in doen. Want we verhuizen dit ding helemaal, zeg maar. Want we hebben gewoon een bus. Dus als ik hier de schoenen al in doe, dan scheelt dat weer verhuizen. Dus eerst wil ik dit even schoonmaken eigenlijk. Dus ik ga dit even schoonmaken en dan ga ik mijn schoenen hier in doen. Want die heb ik uitgezocht. Dan hoop ik dat het past. We hebben namelijk ook een mega inbouwpakskast van de Ikea. En daar heeft Sander ook plek voor zijn schoenen. Maar Sander heeft niet zoveel schoenen. Dus ik denk dat dat een kast wordt vol met mijn schoenen. Ik ga hem even schoonmaken en dan ga ik mijn schoenen erin doen. Nou, ze glanzen weer helemaal. Ze zijn weer helemaal schoongemaakt. Het ruikt ook echt heerlijk. Ik ga nu mijn schoenen ophalen. Oh, het is bijna zover. Oh mijn god, wat een troep. Maar ja, troep. Dit zijn gewoon alle spullen straks voor het huis. Maar ja, het past gewoon niet meer. Kijk, hierachter zit ook echt alles gevuld. Maar goed, ik moet allemaal mee. Lijkt heel veel, maar ja, je moet alles vanuit nieuw. Of je hebt nog niks. Wasmand, droogrek, alles. Alles moet gewoon. Ja, want je hebt nog niks. Dus het is echt heel veel. Maar goed, wel heel leuk. Voor de time being staan hier dus mijn schoenen. En ik heb ze gisteren dus, oh, deze moet er nog even bij. Even uitgezocht. Ja, dit zijn echt de schoenen die ik wel echt wil houden. Ik gebruik dit gewoon echt heel vaak. Vooral veel laarzen en zo heb ik. Maar ik heb nog wel een selectie gemaakt met wat weggaat. Namelijk deze cowboy laarzen van Lofies met pijn in mijn hart. Deze beige Chelsea boots. Van die over de knie laarzen. En deze sandaaltjes. Deze schoenen gaan echt weg. Dit zijn echt hele oude. Die heb ik toen voor festivals maar gedragen. En die zijn helemaal klaar. Er zit ook een gat in. Deze zijn helemaal kapot en klaar. Deze zijn, nou ja, echt niet meer te redden. Ik heb het al zo vaak geprobeerd schoon te maken. En ook in de wasmachine. Maar ja, dat gaat gewoon weg. Dit ook, deze allemaal kapot. Dus nou, dit gaat weg. Goed, deze schoenen moeten dus een plekje krijgen. Maar ik heb dus heel veel laarzen. Dus ik weet niet hoe ik dit allemaal ga doen. Ik neem wel eerst even de lage schoenen mee. Eerst dit maar proberen. Ik heb dus gezien dat laarzen en zo ook wel gewoon passen, hè.
Maar die cowboylaarzen, die moet ik dan scheef doen en dan is die al vol. Oké, hier moet ik even over nadenken. Ik ga het gewoon even vullen. Oké, op zich past het wel. Als ik bijvoorbeeld een paar laarzen zo doe. Dit past sowieso, dat is echt top. Nou, en hier heb ik dan nog wat over. Maar dan heb ik de cowboylaarzen en de grote laarzen, zeg maar. Daar heb ik er dan nog 9 van in totaal of zo. Dat past dus niet hierin. Dus ik denk, ik heb er warm van, dat ik dat gewoon een plekje moet geven in mijn kast. In mijn kledingkast straks. Maar goed, dat zien we straks wel. Ik ben al heel erg blij dat dit in ieder geval er allemaal al wel in past. Dus dat scheelt een heleboel opberg. Als jij tips hebt wat ik hier dan nog mee kan doen qua opberg, hoe doe jij dat met grote laarzen? Dan hoor ik het graag van je. Ik heb nog zo'n 1. Dus misschien dat ik die voor nu wel hier even in doe. En dit kan dan op de bovenkant van de kast of zo. Maar dan moet ik nog even kijken hoe we dat gaan doen. Maar ik ga voor nu even het hier in doen. En dan is dat ook gewoon opgeruimd. Ik heb sowieso nog heel veel laatst op Vinted gezet. Omdat ik dus mijn kledingkasten heb verkocht. Dus ik heb gelijk mijn kledingkasten een beetje uitgezocht. Dus mocht je nog wat willen, er staat dus nog heel veel te koop op mijn Vinted. Dat is Floor Delver. Oké, ik ga zo echt even een elastiekje pakken. Ik zweet me kapot. Maar ik dacht, dit is misschien nog wel handig, een handige tip. Voor als jij ook uit huis gaat. En ik vind het nog even leuk om te laten zien. Ik heb namelijk een tas gemaakt voor de eerste dag, zeg maar, als je naar je huis gaat. Nou, je hebt natuurlijk heel je uitzet en alles wat je hebt verzameld. En dat ga je op een gegeven moment allemaal verhuizen. Maar ik heb dus geleerd van anderen ook dat het handig is om een soort van tas te hebben die je gelijk de eerste dag al kan meenemen. En wat doe je in die tas? Nou, bijvoorbeeld allemaal wegwerkcups. Deze heb ik nog allemaal over van een verjaardag. Deze red cups en zo. Nou, hier kunnen we dan even eerst uit drinken als we gaan klussen. Maar er zit ook plastic bestek in. Dus vorken, messen, borden. Dus dan heb je dat gewoon gelijk gereed. Nou, en wat ik dus ook heb gemaakt. En dat wil ik jullie heel graag laten zien. Want er komen dus nog wel een paar mensen in het begin klussen. Maar we laten ook heel veel doen gelijk door, ja, hoe zeg je dat, uitbesteden door professionals, zeg maar. Dus wat heb ik gemaakt? Zijn jullie benieuwd naar de eerste beelden van ons huis? Moodboards per ruimte. En met een bijbehorende checklist wat er moet gebeuren. Dus dit is bijvoorbeeld de keuken. En dan hebben we hier een keukenchecklist en dan kunnen we dat afvinken. Oké, welke wil ik nog meer laten zien? Zijn jullie benieuwd naar een stukje woonkamer? Oké, ik ga de woonkamer laten zien. Oké, het toilet vind ik ook nog wel even leuk om te laten zien. En dan hier de checklist. En dan kunnen we dat, zeg maar, afvinken. Dit hangen we dan, zeg maar, aan de deur van bijvoorbeeld het toilet. En dan kunnen we afvinken wat we hebben gedaan. En mocht bij wijze van spreken mijn vader of iemand komen en die zegt, Floor, kan ik nog wat doen? Zeg ik, kijk maar naar welke nog niet afgevinkt zijn. Dus dan kan die dat bij wijze van spreken doen. Dus dat is wel echt heel erg handig. Dit vind ik ook nog wel leuk om te laten zien. De kledingkamer. Dit wordt één en al ingebouwde pakskast, zoals je ziet. Ook aan de bovenkant gaan we hem echt helemaal inbouwen. Dus dan wordt deze muur één en al pakskast. En dan komen hier die schoenenkasten, een spiegel en een velvet poefje. Voor waar we op kunnen zitten als we onze sokken bijvoorbeeld aantrekken. Kijk, dit is, zeg maar, de kast die we hebben ontworpen. Oké, dan is dit denk ik de laatste sneak peek die ik nog ga laten zien. Een stukje van de woonkamer. Dit is wat het nu is en dit is wat het gaat worden. De tv-meubel gaan we dus helemaal in laten bouwen. In deze beige kleur. Dus het wordt een al beige kleur met onze visgraatvloer. Gaan we dat helemaal mooi maken. Och, ik vind het zo leuk. En dit is de checklist. Maar voor de rest laat ik alle ruimtes nog even zo. Dus die gaan jullie zien tijdens de verhuisvlogs. Dus ben jij benieuwd hoe verder alles eruit komt te zien? Blijf dan zeker op de hoogte door je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dit waren nog wat sneak peeks. Ik zit hier dus tussen de chaos en alle spullen. Maar ik kan niet wachten om te gaan verhuizen. Ik denk dat dit de laatste keer is dat jullie mij hier zo thuis zien. Oh, ik ga het wel missen hoor. Ik ben hier altijd ben hier ook geboren, zeg maar. Ik heb hier altijd gewoond in dit huis. Dus, maar ik heb ook gewoon heel veel zin in dit andere avontuur straks met Sander. En alle spullen straks een plekje geven. En gewoon echt ons mooie eigen huisje. En dan wordt dit denk ik de laatste keer dat jullie mijn kamertje zien. Ik moet zeggen, er gaat wel echt heel veel mee. Want dit bed wordt bijvoorbeeld ons logeerbed. Want we vinden het nog steeds super leuk met die pallets. Hier heb ik ooit een video over gemaakt hoe ik dat heb gedaan. Dus ik zal hem even in de hierboven linken. Maar dit is ook een matras van Emma Sleep. En ook een hele goede topper. Dus het is ook oprecht een heel fijn bed om op te liggen.
Dus dit wordt onze logeerbed. Het is een twijfelaar, dus dat is echt prima. Dit nemen we natuurlijk allemaal mee. Deze lamp komt in onze slaapkamer straks. Dit gaat allemaal mee. Heel grappig. Deze grote ronde spiegel wordt onze badkamerspiegel met ledstrips erachter. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Dit is een do-it-yourself die ik trouwens heb gemaakt van kringloopitems. En die heb ik op TikTok gezet. Nou, en dit allemaal. Maar goed, jullie gaan het allemaal zien. Dus hoe het gaat worden en hoe we alles gaan meenemen en verhuizen. Dan waren dit de dingen die ik voor vandaag wilde doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dus de goodie box link niet te checken. Want dan krijg je dus 50% korting op jouw goodie box. Heel erg bedankt voor het kijken dus. En ik zie je tot de volgende video weer. Doei doei!